van die stap hebben we nog geen spijt. Dus dan willen we wel wennen voor Sam en voor Biba. Dat wel. Maar ja, wij zijn wel heel erg blij dat we weer als gezin bij elkaar zijn. Ja, ik heb het super naar mijn zin hier. Vooral op voetbalgebied. Ook school heb ik het naar mijn zin. Alleen ik mis wel mijn vrienden in Den Haag natuurlijk. Even bij mijn oma op de zoek op zondag. Dat mis ik wel. Je werkt gewoon met een hele staf en je moet hem gewoon beschouwen als een van de talentvolle jongens. Hè. We hebben zo'n 4-5 hele talentvolle A-junioren. Het belangrijkste is dat ik goed overleg met de rest van mijn staf. Daar moet je juist voor opletten dat je hem niet te kort doet of te kritisch gaat benaderen. Als je een slechte bal speelt, dan hoor je het nog bij het avondeten. Of, nee, maar, geintje. Dat mensen buiten die mij niet kennen, dat die daar sneller een mening over hebben omdat hij mijn vader is. Zo van dat voortrekken. Sam heeft inmiddels zijn debuut gemaakt voor VVV. In de eerste ronde van het KNVB bekertoernooi tegen Westlandia mocht hij invallen. Ja, dat was wel echt iets heel moois. Dat was bij Westlandia. Dat is vlak waar wij gewoond hebben. Dus er waren heel veel bekenden en familie. En dan is dat wel een mooi moment om te debuteren voor alle bekenden. Op het moment dat er sprake was dat wij richting Venlo gingen, was ADO er als de kippen bij om hem een 3-jaar contract aan te bieden. Omdat ADO de rechten wilde houden en omdat ADO in hem een potentiële eerste elftalspeler ziet. Dus dat maakt het al een stukje makkelijker als je naar Venlo komt. Dat hij niet meekomt omdat het de zoon van is, maar dat hij dat puur op zijn eigen kwaliteit doet. Ja, en ook dat hij uiteindelijk geselecteerd is voor het Nederlands elftal onder 18. En ja, dat geeft ook aan dat hij heel veel kwaliteit heeft en dat hij niet dankzij mij bij het eerste zit.